scenario. It's all left to say. When I turn up the stereo, I know I'm gonna be safe. What's up, beste kijkers van mijn kanaal. Welkom terug op Denaden. Welkom terug in Battlefield 4. Welkom terug bij weer een nieuwe gameplay van mij, de manke gozer met zijn gipsarmpje. Vandaag ga ik jullie een vette gameplay laten zien met vooral de Unica 6. Oftewel, een van de nieuwste revolver handguns, hoe je het wil noemen, in de DLC van Battlefield 4. Geloof dat er ook nog een andere revolver is. Daar was er vorige keer een beetje discussie over in de comments. Dat gaat over de Unica 6 en de SB40, geloof ik. En toen was het van, ja, maar de Desert Eagle, dat is geen revolver. Nee, daar had ik het ook niet over. Er waren twee revolvers. En je hebt de Unica 6 en de SB40. Maar ik weet niet bij welke map pack de SB40 hoort. Ik weet in ieder geval dat de Unica 6 nieuw is en dat je die nodig hebt om de Desert Eagle vrij te kunnen spelen in de game. Oftewel, ik ben op de Desert Eagle Hunt, laten we het zomaar noemen. En om de Desert Eagle te kunnen vrijspelen, heb ik jullie voorgaande parts ook al verteld, moet je natuurlijk een bepaalde assignment completen, die moet je halen. En assignment, wat is assignment? Wat betekent dat? Ik ben niet zo goed in Engels, Denzel. Nou, dat betekent eigenlijk exact hetzelfde als een challenge in Call of Duty. Je hebt challenges, dan moet je gewoon bepaalde dingen doen. Een Mark 5 headshot met een gun en dan krijg je een, weet ik veel, nieuwe camo of zo. Zo werkte het in de oude Call of Duty's. In Battlefield werkt het met assignment om guns te vrij te spelen. Om originele en coole, best wel zotse, soms zeldzame guns vrij te kunnen spelen. Dan moet je assignments voor voltooien. En die assignments, dat is bijvoorbeeld nu maak 20 headshots met de Unica 6. En de Unica 6 is een handgun, dus het is nog best pittig. Het kost misschien een halve dag of zo. En als je gewoon een goed potje hebt en heel erg veel muscle hebt, dan heb je het zo in een uurtje gefixt. Maar ik ben er dus al best wel een tijdje mee bezig. Ook omdat ik normaal gesproken gewoon met mijn primary weapon speel. En zo nu en dan switch naar de Unica 6 om daar een headshot mee te maken. Dit potje heb ik dat anders aangepakt. Ik ben eigenlijk gewoon alleen maar gaan rondrennen met de Unica 6. En op het moment dat ik er niet meer uitkwam, switchte ik over naar mijn Engineer class is het? Zeg ik het goed? Ja, het is engineer. Het is niet recon, het is engineer. Ik speel dus nu met submachine guns. Met personal defense weapons. Maar goed, dus met de Unica 6. En ik heb de Desert Eagle bijna. In dit potje heb ik het bijna. Ik ga hem ook in dit potje niet halen. Ik kan alvast teasen en verklappen dat ik hem in het volgende potje wel ga halen. Dus dit is eigenlijk de Road to Desert Eagle. Zo ga ik deze part ook gewoon noemen. En in de volgende part behalen we de Desert Eagle. En het is daar ook nog eens echt een fucking mooie gameplay, die volgende port. Dus daar heb ik nu alvast zin in om die gewoon aan jullie te laten zien. En nog eventjes een kleine update. Jullie weten hopelijk nog steeds dat ik mijn arm in het gips heb. Dus deze gameplays zijn al opgenomen anderhalve week terug of zo. En ik maak daar nu gewoon vette commentaries van. En laat jullie ook dingen zien. Ik heb nog iets wat ik wil vragen aan jullie. Bepaalde vragen die ik aan jullie wil stellen. Wat vinden jullie de afgelopen tijd van mijn nieuwe editstijl? Ik word namelijk, hoe langer ik Sony Vegas ga gebruiken, beter in Sony Vegas. Ik speel een beetje met muziek dat in en uit fade. Ik speel natuurlijk met effecten. Zoals jullie weten gebruik ik niet meer de normale fade, maar gebruik ik gewoon een mooi flitsje dat een beetje stijlvol uitziet als hij overswitcht naar een andere clip. En dat vind ik zelf, ik vind het persoonlijk echt heel erg mooi uitzien. Maar ik wil het ook graag weten van mijn trouwe kijkers. Dus het moet jullie zijn opgevallen. Mocht het je niet zijn opgevallen, dan heb je waarschijnlijk oogkleppen voor. Maar laat even onder, of laat even achter in de comments, onder de video, dat is wat ik wilde zeggen, wat je vindt van de editstijl. Wat je misschien graag wil zien in de toekomst. Misschien heb je nog tips. Ik denk het haast niet. Maar natuurlijk zijn er altijd wel tips te vinden. Want niemand is perfect. Als je perfect zou zijn, zou je nooit meer plek hebben voor verbetering. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. We gaan gewoon rustig verder. Ik capture de vlaggen met mijn team en we zetten druk en ik laat gewoon de beste clips zien op de achtergrond. Daarnaast wil ik jullie nog wat gaan vertellen. Zoals jullie weten heb ik mijn arm in het gips en ik persoonlijk ben ervan overtuigd dat ik echt veel te veel doe met het gips. Ik moet echt eigenlijk rustig aandoen, maar ik ben niet echt zo'n persoon die rustig op de bank gaat zitten en heel zielig gaat lopen mekkeren van ah, ik heb pijn, ah, mijn gipsje, ah, dit, ah, dat. Zo ben ik gewoon niet. Ik ga gewoon niet bij de pakken neerzitten. Ik ga eigenlijk gewoon door met waar ik mee bezig ben. Dus dan heb ik het nu niet over pennyboarden of zo, maar ik heb het vooral over mijn YouTube kanaal. Ik ben eigenlijk dag in dag uit bezig met mijn YouTube kanaal, terwijl ik eigenlijk zou moeten rusten met mijn gips.
En dan moet je niet zeggen van Denzel, rustig, doe niet iets geks of zo. Nee, ik doe niks geks. Ik kan gewoon niet stilzitten. Ik vind het gewoon ook leuk om video's voor jullie te maken. Dus daar ben ik dan ook volop mee bezig. En daarmee kom ik dus uit op mijn nieuwe onderwerp. Jullie weten waarschijnlijk allemaal wel dat ik een grafisch designer ben. En dat designen op een laptop met een muis nogal lastig gaat als je rechterhand in het gips zit. Toch heb ik het voor elkaar gekregen om een nieuwe fucking epische outro te creëren. En ik loop al heel erg lang rond met dit idee. En nu ik juist tijd heb, nu ik mijn hand in het gips heb, heb ik het toch maar, ja, soort van... Gerealiseerd? Ik heb mijn ideeën gerealiseerd, zo kun je het wel zeggen. Ik loop dus al heel lang met een idee rond. Mijn outro was altijd mijn standaard logo. Gewoon een mooie banner met Den Aden. Daar kwam er muziek ingeveed en dan zag je de outro. En dat was gewoon mijn logo. Ik weet niet of wat jullie daarvan vonden. Ik vond het er erg mooi uitzien. Maar er kon meer bij. Er kon gewoon veel meer bij. Vooral nu de aankomende tijd. Nu mijn kanaal groter wordt. Nu ik als persoon groter word. Social media ook steeds belangrijker gaat worden. Vooral Google+ en Twitter zijn pittig belangrijk om goed op de hoogte te blijven. En mij te supporten in het groeien van mijn kanaal. En mij als merchandise, mij als persoon. Dus echt jongens, zijn jullie standaard fans? Zijn jullie echt gewoon voorstanders van Den Aden? Vinden jullie me cool? Volgen jullie me al lang? Volg me dan ook op Google+ en volg me dan ook op Twitter. En wil je foto's van me zien? Wil je een stukje van mijn persoonlijke leven zien? Volg me dan ook op Instagram. Dat is puur allemaal gewoon eigen belang voor jullie zelf. Dan kunnen jullie extra dingen volgen en hoeven jullie ook niet steeds in de comments te zeggen... Heb je Twitter? Heb je Instagram? Het stond dus altijd in de beschrijving, maar waar ik dus nu heen wil met dit onderwerp... is dat ik mijn outro zo mooi heb verbeterd dat de social media gewoon in de outro staat. Het muziekje komt ingeveed en alle social media die is jullie gewoon voorgeschoteld. Jullie zien mijn Twitter staan, de Google+, mijn Facebook en mijn Instagram. En daarnaast nog iets coolers. Iets wat best wel veel YouTubers hebben, iets wat best wel veel YouTubers al een tijdje hebben... maar waar ik al heel lang mee loop... qua idee om dat nu in mijn eigen huisstijl te creëren. De mooie paarse met zwart met wit Den Aden logo en dan als outro. Dus wat ik doe, in mijn outro komen nu de vorige twee geüploade video's te staan die afspelen waar je ook nog eens op kan klikken. Dus eigenlijk maak ik reclame voor mijn vorige video's, zodat die eigenlijk wel weer extra aandacht krijgen mocht je die video gemist hebben. Dus als er straks bij deze video de outro komt, dan zien jullie een heel mooi ingeëdit stukje, dan komt gewoon een outro in beeld met twee filmpjes die afspelen waar je beide op kan klikken. Ditmaal is dat dus Assassin's Creed 4 multiplayer en de vorige Battlefield video. Maar mocht je niet weten wat het allemaal inhoudt, klik gewoon rustig op de annotaties. Het zijn klikbare stukjes en het is gewoon echt heel erg tof geworden. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Volg Google+, volg Instagram, subscribe. Oh, hou van me. Tot de volgende video.